Yo, Vaco Gamers, Lars hier en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games. En jongens, vandaag is de dag dat we eindelijk een gloednieuw huis voor Peert en Geert gaan bouwen. We hebben natuurlijk gisteren die twee paarden verhuisd van hun oude huis naar hun nieuwe huis. Er is alleen één groot probleem. Ze hebben nog helemaal geen nieuw huis. Het enige wat ze hebben is een klein kaal weilandje waar ze nu een beetje aan het chillen zijn. Gisteren waren ze natuurlijk heel erg dwars. Ze wilden helemaal allemaal dingen doen die ik helemaal niet wilde dat ze gingen doen. Dus misschien dat we ze vandaag blij kunnen maken door daadwerkelijk ook echt een huisje voor ze te gaan bouwen. Alleen, wat hebben we daarvoor nodig? Natuurlijk allereerst hout. Heel erg veel hout, want we moeten ook het hek wat om het huis heen staat, moeten we ook hoger maken. Anders gaan ze proberen te ontsnappen en dat wil ik natuurlijk niet. Dus wat moeten we doen? We moeten hout hakken. Dat is wat we moeten doen. En kijk, ze staan er in de verte, staan ze gewoon een dansje te doen. Echt, die beesten, ze zijn gewoon echt letterlijk ziek in hun hoofd. Ik weet niet waarom, maar op een of andere manier, misschien dat ze dan weinig aandacht hebben gekregen al die tijd. Ze zijn gewoon helemaal knettergek. Het is echt bizar. Vroeger deden ze nog wel eens een keertje normaal. Maar alle dieren hier in mijn complete Minecraft-wereld zijn compleet op hol geslagen. Alle kippen denken dat ze eenden zijn. Alle varkens denken dat ze koeien zijn. Alle schapen denken dat ze paarden zijn. Het klopt niet meer. Er is iets niet helemaal goed hier in deze wereld. Ik weet niet waarom. Of dat het alleen aan mij ligt. Of dat ze gewoon hier in mijn wereld allemaal zo gek aan het doen zijn. Maar dat klopt er niet van. Helemaal niks van. Ja, het is gewoon echt bizar. Blijf bizar deze game. Normaal gesproken denk je altijd van als je een game speelt van nou, het zal allemaal wel kloppen. Er zit redelijk wat logica achter, maar bij deze game het is echt... Van de ene op de andere dag hebben alle dieren zoiets van joh, screw deze shizzle, ik ga wat anders doen. Echt, het blijft vreemd. Dus wat hebben we nodig? Eventjes focussen op wat we moeten doen. We moeten maken hekjes. En we moeten maken spruce hekjes, dus we moeten best wel veel spruce hout hebben. We moeten natuurlijk stokjes maken, we moeten planken maken en daar moeten we van hekjes in elkaar flansen. Dus we hebben best wel wat nodig. Laten we proberen om 64 te pakken te krijgen. 64 logs. Dan kunnen we ook vooruit voor het schapenhok. Van dat, of nee, niet het schapenhok, het varkenshok. Het varkenshok moeten we ook natuurlijk doen. Dat zal waarschijnlijk morgen worden of overmorgen of in ieder geval ergens deze week. Want de varkens die moeten natuurlijk ook nog verhuizen. Of waar, ze hebben al een hok. Man, die hebben al een hok. Die gaan natuurlijk gewoon bij de andere dieren. Gewoon erbij, hopsiek idee. Eén groot verzamelhok krijgen we dan. En we moeten ook ervoor zorgen, en dat doen we ook ergens deze week nog wel een keertje, dat er daadwerkelijk verlichting in dat hok zit. Want, wat gebeurt er de afgelopen paar dagen? Creepers in dat hok. En dat is best wel heel erg link. Stel je voor dat ze nou gewoon lekker een beetje daar staan te durpen, ze staan een beetje hun schapendingen te doen. En in één keer besluit een creeper zoiets van, joh, weet je waar ik zin in heb? Om mezelf eens eventjes lekker random op te blazen. En dan krijg ik weer allemaal gaten in mijn hok. Krijg ik weer zeurende schapen aan de telefoon. Dat het onveilig is en dat ze meer rechten willen. En dat willen we niet, toch? We hebben geen zin in zeurende schapen en zeurende beesten. Dus daar moeten we nog eventjes voor regelen. Zodat ook hun hok daadwerkelijk veilig is. En het is voor mij persoonlijk ook wel heel erg fijn. Want dan hoef ik niet om de 5 dagen hun hok weer een keertje te repareren. Want ik ben natuurlijk een ontzettend luie Minecraft-speler. En hoe minder ik hoef te doen, hoe beter het is. Hopsiek idee, dit is 64, sterker nog, het is een beetje meer. Dan kunnen we die gebruiken. En dan gaan we daar eerst eens eventjes het hok hoger van maken. Of nee, dat gaan we niet doen. We gaan eerst het onderkomen maken. Eerst de schuilplaats. Dan kunnen we daarna het hek eromheen zetten en eromheen bouwen. Dat is veel makkelijker. Ik vind echt oprecht dat dit het tofste gedeelte is van mijn hele Minecraft-wereld. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ik denk dat ik het gewoon eens eventjes aan jullie ga vragen. Wat vinden jullie op dit moment het coolste gebied in mijn Minecraft-wereld? Wat vinden jullie het coolste gebouw? Laat ik het zo vragen. Vinden jullie misschien de vuurtoren het allertofst? Of mijn oude huis? Of de opslagruimte? Of dit kasteel? Wat vinden jullie tot nu toe het coolste dat we gebouwd hebben hier in Minecraft Survival? Laat het me even weten via de comments. En dan ga ik eens eventjes kijken of dat we daar binnenkort nog eens een keertje naar terug kunnen. Kijk, zie je dit bedoel ik? Peert die probeert te ontsnappen. Dat vind ik natuurlijk niet tof. Dus jij gaat daarheen, Geert. Jij gaat er overheen, Peert. Ja, hij zit daar vast en hij probeert hier te ontsnappen. Het is echt... Gaat er nog gewoon overheen? Deze moet dus weer eventjes weg. Dit moet een... Hoppakee, dit wordt een hokje. Zodat ze daar in ieder geval niet overheen kunnen. Zo, kan ik daarheen? Dat kan ik. Het is een soort parcours. Parcours bouwen is dit. Nou, weet je, we gaan jou eerst eens eventjes terugbrengen. Want ik vind dit echt te gevaarlijk worden. Kom eens hier. Nee! Nee, je mag niet vrij. Kom. Nee. Oh, stop. Lead. Ah, paniek. Die. Daar. Kom. Peert. Nee, 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 nee. Dit dier, echt, het is...
Even met alle respect hoor, kunnen paarden geestelijk gehandicapt zijn? Zou dat kunnen? Is dat überhaupt mogelijk? Ik heb wel het idee. Dit beest slaat namelijk echt helemaal nergens op. Kom gewoon hier. Kom. Zo. Nee, ook niet in dat hok. Hier. Kom. Zo, ga maar hier aan het hok. En dan moet ik ondertussen dit weer repareren voordat die andere beesten weer ontsnappen. Kom hier. Zo, zo. Die is goed. Denk ik. Nee, die is niet goed. Hier kunnen ze weer uit. Oh. Paarden perikelen. Wat een mooi woord. Die doen we hier en daar. Het zal waarschijnlijk niet goed zijn, maar ik doe het maar eventjes. Als we ontsnappen, dan moeten we het maar weer anders regelen. Het is echt... Ja. Als iemand zegt dat Minecraft makkelijk is, nou, dat is het absoluut niet. Het is eerder zeer frustrerend. Zeer frustrerende game dit. En dan moet er natuurlijk een dakje bovenop. Woep. Wat hebben we ook alweer hier voor dakje gedaan? Is dit gewoon pinewood planks of wat is het? Sprucewood? Wat is dit? Voor mij wel, hè? Is dit spruce? Ziet er wel aardig spruce uit. Deze nemen we mee. Hop en hop. Dan doen we daar een sprucewood dakje bovenop. Net zoals bij die andere. Hoe gaan we dat nou weer doen? 1, 2... Zo. Ja, keurig. Dan moet u nog meer, want ik heb er nog meer nodig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zie je de heleboel. En niet te veel, want ik moet natuurlijk ook weer van die logs overhouden om zo meteen het hek te verhogen. Kijk hier, hij gaat weer. Hoe krijgen dat beest dat toch elke keer voor elkaar om mij zo te irriteren? Dus dit is alsof ze het expres doen. Alsof ze weten van, joh, Faco weet dat we dat niet leuk vinden. Laten we het gewoon eens eventjes lekker doen. Gewoon puur om te irriteren. En ik weet dat er daar twee scheef zitten, maar die gaan we zo meteen wel repareren. Eerst een dakje boven hun hoofd. Misschien dat ze dan minder moeilijk gelopen doen als ze droog staan. Dat ze zoiets hebben van, joh, er wordt uiteindelijk toch wel goed voor ons gezorgd. Misschien dat ze zich gewoon eenzaam hebben gevoeld in hun oude hok. Dat zou kunnen. Want, ja, ik heb er natuurlijk niet al te veel aandacht aan besteed aan die beesten. Zo. Een mooi hoekje eromheen. Een uitstekseltje. Omdat dat gewoon mooi is. Die peer danst graag op een of andere manier. Waarom? Misschien denk ik dat hij een paard in een draaimolen is. Dat is misschien ook wel een mogelijkheid. Kijk, zie je, er zijn allemaal gevaarlijke beesten. Daar zat er weer een skeleton die op jacht is naar mijn dieren. En ik vind het hele irritante beesten, maar ze verdienen het niet om doodgeschoten te worden door een skeleton. Dat verdienen ze dan ook weer niet. Hop, hop. Misschien is het wel tof als ik nou gewoon hier een soort van overkappingje doe. En dat we dan uiteindelijk hier aan deze kant een hok voor de varkens bouwen. Of voor iets heel anders. Hé, hey, misschien is dat wel een leuk idee. Laten we dat eens proberen. Dan hebben we hier nog een hok over. En misschien dat er dan ooit, als er nog meer dieren in Minecraft toegevoegd worden, dat we dan hier iets kunnen doen. Dat we die hier kwijt kunnen. Hoppakee. Zo, dat doen we eventjes zo. Dan bouwen we daar ook een extra hok. Zo. Deze kan natuurlijk ook. Weet je wat wel heel tof zou zijn? Als ze apen zouden toevoegen in Minecraft. Dat vind ik persoonlijk echt een van de beesten die ik vind dat gewoon in Minecraft hoort. Apen in de jungle. Zou ik heel erg cool vinden. Laat mij eventjes weten in de reacties onder deze video welke dieren jij graag in Minecraft zou willen zien. Zou je misschien papegaaien willen? Of eenhoorns? Of misschien wat meer draken? Dat zou ook heel tof zijn. Dat we in plaats van één draak, twee draken of drie draken kunnen vinden. Laat maar even weten. Ik ben heel benieuwd. Wat voor dieren jij graag in Minecraft zou willen zien? Ik zou persoonlijk heel graag apen willen zien in Minecraft. Zou ik echt zwaar baas vinden. Hoeveel moeten er precies tussen? Even koekeloeren. Deze moet even weg. Er moeten er dus drie tussen. Drie hekjes. Drie hekjes en dan een ding. Dus dat doen we. Dus dan doen we 1, 2, 3. Nou, dat zijn heel andere hekjes. Ja, dat is heel anders. Wat is dat dan voor hekje? Ook fans. Nee, die zoek ik niet. Ik zoek spruce fans. Dat moeten we allemaal zelf zijn. Spruce fans, die zocht ik. 1, 2, 3. En dan een dingetje. Komt dat goed uit? Ja, dat komt goed uit. En dan 1, 2, 3. En dan een dingetje. En dan 1, 2, 3. En dan een dingetje. En dan, kijk, hopelijk komt dit ook goed uit. Dat zou wel heel erg fijn zijn. Dan kan mijn OCD ook weer slapen vannacht. Gaat dit redden? Waarschijnlijk niet, hè? Misschien als ik hier zo meteen nog een beetje extra dirt toevoeg. Misschien dat we het dan redden. Even kijken. Dit zo opvullen. Gaan we dit redden? Ja! Kijk nou! Hé, hey, hoe goed is deze? 1, 2, 3. En ik heb op dit moment eventjes geen hekjes meer.
Maar, kijk eens eventjes. Hier kunnen er ook drie. Oh, dat is supergoed. Dit is helemaal mooi. Waar is mijn hek gebleven? Ik weet zeker, ik had toch nog een hekje. Waar is mijn hekje gebleven? Hallo, hekje. Ik heb hem net weg... Ik heb hem net weggehakt. Ja, zeg, ben ik het mooi niet mee eens hoor. Maar goed, wat moeten we hebben? We moeten een crafting table hebben, want we moeten dus nieuwe hekjes fixen. Voor de verhoging van Peter Geert. Dus dan moeten we met deze, kunnen we mooi eventjes stokjes maken. Zo. Deze moesten zo. Even controleren of dat ook echt zo is. Spruce Fence Gate. Nope, ze moesten andersom. 50% kans om het goed te hebben. En ik heb het fout. Uiteraard heb ik het fout. Dat zou toch veel te makkelijk zijn. 12 hekjes, dat is niet voldoende. Dus dan moeten we er meer van hebben. Dan hebben we dus meer... Nou, laten we ze gewoon... Nee, we moeten ze niet allemaal opmaken. Want we moeten ook de hekken tussendoor nog verhogen. Deze doen we dan zo. Hier hebben we er wel zat aan. Gok ik zo. Famous last words van de Vaco, maar het is er echt zo. En dan doen we de... Het komt allemaal perfect uit. Oh, nee, toch niet. Ah, stom. Ik dacht, het komt perfect uit. Tuurlijk komt het niet perfect. Tuurlijk komt het niet perfect uit. Had ik iets anders gedacht dan? Tuurlijk niet. Het zou veel te mooi zijn. Ik vierde alweer feest. Ik dacht, nou, het gaat weer helemaal goed. Maar mooi dus blijkbaar helemaal niet. Hier moeten we dus omhoog. Even kijken hoor. Deze moet zo. Deze moet zo. Laat maar raden. We hebben er weer een tekort. 1, 2, 3. Steken nog, we hebben er 2 tekort deze keer. Oh shit, allemaal dieren. We gaan het gewoon doen. Leroy Jenkins. We gaan het gewoon grijpen. We moeten 2 blokjes moeten we hebben. Dit is de mighty manier om dit te proberen. 2 van die extra blokjes. Oh shit, ze zijn aan het schieten. Niet doen. Ja, ik heb al zo weinig gezondheid. Niet doen. Irritante rotbeesten. Deze boom is voor mij. Ah, stukje daar. Kom eens hier, boom. Gruwelijke hekel aan jou. Ik, van alle bomen in mijn hele Minecraft-wereld haatte ik die boom het meest. Dat was zo'n irritante rotboom. Dat is niet normaal meer. Die doen we daar. Moeten we ook weer veilig naar boven zien te komen. Wat is een goede plek om dat te doen? Hier gok ik. Dit is een mooie plek. Ja. Yeah. Hoppa. Dan gaan we hier weer naar boven. Fixen we die hekjes nog eventjes. En hopelijk is het tegen die tijd weer dag. Dan kunnen we tenminste zien wat de vruchten van ons werk zijn. Dat is een mooie uitdrukking, Vaco. Dat weet ik. Dankjewel. Ben je nou weer ontsnapt? Peert, echt rotbeest dat je bent. Ik... Hoe ga ik nou weer aan die kant zien te komen? Oh, zo. Ha, niks aan de hand. Oh, hi. Dit is het paardenhok. Op het moment dat ik een spinnenhok bouw, ga weg. Zal ik het je wel laten weten. Maar dat is niet vandaag en ook niet morgen en ook niet overmorgen. Dus ga, blijf maar gewoon weg. Hier kunnen ze niet uit, als het goed is, hè? Hier kunnen ze niet overheen. Hoe graag ze het ook zouden willen. En waarschijnlijk gaan ze het proberen ook. Maar het gaat ze niet lukken om hier uit te komen. Zo. Boem, boem. Boem, dus heel precies werkt dit. Maar eruit mogen ze niet meer. Ga nou toch even weg met je blond... Ga weg met je blonde hoofd, Geert. Nee! Nee! Je staat in de weg. Geert, ga nou eventjes... Zo. Even move. Daarheen. Ga weg. Kijk, zo is het beter. Zo is hij beter, Geert. En zo is hij een heel stuk beter. Boom. Boom. Hier komt het ook allemaal weer niet uit. Maar dat regelen we zo meteen wel als het dag is. Want... Hier kunnen we nog mooi... We kunnen er nog 6 maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan hebben we er meer nodig. Hoe kom ik hier dan weer uit? Niet zeker. Ik ga eerst slapen. Ik vind dit eng. Ik vind dit oprecht eng. Laten we dit niet doen. Dit is niet verstandig. Om dit in het donker te gaan doen. We moeten overdag werken. Voor de veiligheid. Voor mijn veiligheid en voor de veiligheid van Peter Geert. Want als er zo meteen in één keer een creeper achter me staat. Die me zichzelf opblaast. À la terrorist. Moeten we niet willen. En dan is Peter Geert ook dood. En dat zou ik dan ook weer zonde vinden. Zeker vooral van al die moeite die we de afgelopen paar dagen gedaan hebben. Is niet goed. Hapsik idee. Zo. We hebben dus meer hout nodig. Nog meer dan dat ik in eerste instantie dacht. Ik dacht dat we wel voldoende zouden hebben. Maar natuurlijk heb ik me daar weer eens een keertje compleet op misgerekend. Wat doet die skeleton? Oh, dat was hoger dan ik dacht. Wat deed die skeleton daar?
Daar moeten we dus ook voor verlichting zorgen, want anders dan blazen ze misschien mijn kippen op binnenkort. Als er ook een keer een creeper spawnt. Daar staat een creeper. Hé, ga eens dood. Kloesbom. En dank u. Kijk, dat scheelt mij weer bomen hakken. Oh, ga weg. Oh, dan kan ik er niet meer bij. Handig. Slimme actie, Vaco. Echt briljant. Als iemand ooit zegt dat ik geen Minecraft pro ben, stuur hem alsjeblieft naar huis toe, want ik ben zeker een Minecraft pro. Ja, absoluut. Niet dus. Oké, 8. Ja, dat moet voldoende zijn. Dat moet voldoende zijn. Als het nou niet meer voldoende is, dan weet ik het ook niet meer. Dan ga ik janken naar huis. Daar. Dat is de mooie kant. Oh, so close. Ik was bijna aan de overkant. Maar net niet helemaal. Hier moet ik ook eens een keertje een grap opvullen. Wat is hier gebeurd, man? Een terroristenafdeling van Al-Qaeda hierbij ingekomen. Ze hebben van de feestje gehad. Oh, dat hek moet ik ook nog repareren. Oh, nou, dat komt allemaal wel, hoor. Alles op zijn tijd. Eerst het hok van Peter Geert af. Dat is het belangrijkste vandaag. Dat was ons doel. En ik vind... Oh, je gaat ook echt ontsnappen. Wat denk je zelf? Hè? Wat denk je zelf? Kom hier. Ik wilde jou niet meer aan zo'n dingetje doen, Peert. Maar als het... Of Geert, als het dan echt niet anders kan. Kan? Ja, stout, Geert. Stout paard. Hij probeert dus nog te ontsnappen. Ik denk, ik geef hem eventjes de vrijheid. En meteen maak je er misbruik van. Zo jammer, hè. Oh, wat stokjes heb ik nog? Oh, zo. 27. Nou, dat moet voldoende wezen. Dat moet voldoende zijn. En als het niet voldoende is, dan hebben we maar pech. Die doen we hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waarom hebben deze hekjes andere... Oh, dit zijn ook nog eens een keertje de verkeerde hekjes. Ah, logisch. Ja, natuurlijk dat ik ooit eens een keertje een fout zou maken bij het bouwen. Uiteraard. Deze gaat hier omheen. Zo, jij gaat weg. Jij gaat weg. Jij gaat hier open. En dan kom jij met mij mee. Ga je hok in. Ga je hok in. Nee, die kant. Ja, zo. En dan blijf je hier. Of dat je het nou leuk vindt of niet. Maar dit is nu de nieuwe hok. En nou mag je vrij. Zo. Oh, nee, fout. Dat is niet goed. Dat moet anders. Zo, nou mag je vrij. Geert en Peert, have fun. Ik hoop dat ik ook nog voldoende fakkeltjes heb eigenlijk. Om dat mooi af te maken. Dan doen we die er nog even bovenop. In een wanhopige poging om ervoor te zorgen dat hier niks geks gaat spawnen. Dat zal waarschijnlijk wel weer. Dus daar moeten we nog eventjes een mooie oplossing voor verzinnen. Ik ga er eventjes over nadenken hoe we dat precies gaan doen. Morgen gaan we dan waarschijnlijk aan de slag met de verlichting in het hok daar beneden. Want het is natuurlijk gewoon levensgevaarlijk als daar allemaal rare creepers spawnen die vervolgens de hek op gaan blazen. Dat moeten we niet willen met z'n allen. Ik heb mezelf opgesloten hier in het paardenhok, zie ik. Dus ik moet ook nog eventjes een extra uitgangetje maken. Maar dat regel ik wel eventjes. En Vaco Gamers. Daarom ga ik jullie vragen om op dit moment eventjes een like op deze video te doen. Als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk. Heel veel mensen blijven dat ook gewoon lekker doen op Minecraft Survival. En ik vind dat persoonlijk ontzettend cool om te zien. Dus mocht je mij willen helpen, doe dan zeker eventjes een like. En ik zie jullie anders morgen om 6 uur weer terug. Dag Peert. Bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Hier op Vaco Games. Mazzel!